Ieder voetballend jongetje of meisje droomt natuurlijk van om een grote ster te worden in de Champions League. Maar hoe pik je nou de grootste talenten eruit? Bij FC Groningen en de KVB probeer ik samen met de coaches, scouts en trainers erachter te komen hoe je de selectie kan verbeteren en hoe je het beste eruit kan halen. Dat zou je denken, maar uit onderzoek blijkt dat we het eigenlijk heel erg moeilijk vinden om de beste mensen te selecteren. We laten ons namelijk heel snel afleiden door dingen die er eigenlijk niet zo toe doen. Of iemand heel aardig vinden bijvoorbeeld, of als iemand heel zenuwachtig is. Het is belangrijk om heel expliciet te maken waar je naar gaat kijken. Welke vaardigheid wil je bijvoorbeeld meenemen en hoe zwaar weeg je die vaardigheden. Nou, en daar kan je dan een soort formule mee opstellen, een beslisregel. En nu doen we bij FC Groningen een experiment waarin we precies dit bekijken. We laten scouts spelen beoordelen op basis van hun algemene indruk en op basis van de formule. En uiteindelijk leggen we die twee beoordelingen naast elkaar en vergelijken we die beoordelingen. Ja, die is best wel groot. Door de coronacrisis lag het voetbal stil. Dus ik kon niet gevoetbald worden bij FC Groningen. Nou, dat betekent ook dat ik geen data kon verzamelen. En op de lange termijn denk ik ook dat we nog wel de invloed zien dat het onderzoek en de wetenschap op een iets lager pitje komen te staan bij de club. Dus we gaan zien hoe dat loopt. Nou nee, eigenlijk helemaal niet. Ik hou wel heel erg van sport. Ik vind sport echt het leukste wat er is. Maar ik heb nooit gevoetbald. Ik heb altijd gebasketbald. Maar ik vind het nu wel heel gaaf in het project dat ik sport dus kan combineren met andere dingen die ik heel leuk vind. Psychologie en statistiek. Ik had ook nooit zo echt van tevoren bedacht dat ik wel iets in de wetenschap zou willen doen. Maar toen ik deze functie voorbij zag komen, toen dacht ik echt, dit is zo helemaal voor mij. En toen heb ik meteen de kans gegrepen en dit gedaan. Faces of Science.